Uitgebreid technisch onderzoek van de politie woensdagmiddag op het terrein van vakantiepark Herpertduin. Een chalet in het gebied De Bosrand ging dinsdagavond helemaal in vlammen op. En woensdag bleek dat daarna een stoffelijk overschot was aangetroffen. Gisteravond rond 9 uur kwam er een melding binnen van een brand in een chalet hier achter mij. Nou, die brand is geblust en na het blussen bleek dat er een stoffelijk overschot in het chalet aanwezig was. Nou, omdat er asbest in het chalet zit, kunnen we pas later beginnen met dit onderzoek, omdat we natuurlijk wel veilig willen werken. Is er al iets te zeggen over wat zich hier heeft afgespeeld? Nee, dat gaan we nu onderzoeken. Het is dus niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De doodsoorzaak zullen we gaan onderzoeken en ook de oorzaak van de brand. Van waar, wat heeft nu de brand veroorzaakt? Daar zullen wij onderzoek naar doen, maar dat betekent dat we wel eerst sporenonderzoek moeten doen. Er zal hier in de omgeving ook een buurtonderzoek plaatsvinden om alle informatie bij elkaar te krijgen en het verhaal compleet te krijgen. Tegen de brand in het chalet bleek dinsdagavond weinig meer te doen. De brandweer uit Schaik en Ravenstein kon de vakantiewoning alleen gecontroleerd uit laten branden. Woensdag stond alleen de schoorsteen van het gebouw nog overeind. Met enige vertraging kon de recherche 's middags dus aan de slag. Nou, allereerst zullen collega's moeten kijken dat ze veilig werken. Dus ze zullen speciale pakken aankrijgen. Dan gaat de technische recherche naar binnen. Die zullen naar sporen gaan onderzoeken. En die zullen langzaam naar het stoffelijk overschot toewerken. En wij zullen verder hier buurtonderzoek doen om de eventuele getuigen te achterhalen. En om te horen wat zich hier heeft afgespeeld. Het onderzoek gaat nu eigenlijk pas echt goed beginnen. Het kan dus nog wel even duren voordat er meer duidelijkheid is. Ja, wij willen eerst echt 100% zekerheid voordat wij de identiteit bekend zullen maken. De komende dagen moet dus meer duidelijkheid komen over wat zich precies heeft afgespeeld in en rond het chalet.